Nog een filmpje voor Peter Sef. Oh, dit. 5-0 staat daar volgens mij. Ja. Dat klopt niet. Dus Feyenoord in een oefenwedstrijd tegen een of andere amateurclub. Ben jij een voetbalfan? Ik kijk wel graag voetbal, ja. Kom jij uit Amsterdam? Ik kom uit Amsterdam, ja. Hier, Sven Michetat heeft zijn eigen zoon gekocht. Wat een oplichter. Jeetje, ja. Hier wordt de bus opgewacht. Ja. Ik volg dus helemaal geen voetbal, maar ik volg wel Rotterdammers. Ja. Zeg maar rappers en zo. Ja. En Kevin, Hef, weet ik veel. En ik was gewoon zondag andere dingen aan het doen. Ja. En opeens zag ik via mijn Instagram feed alleen maar dolblije Rotterdammers. Ik vond dat wel heel grappig eigenlijk. Dat snap ik. Het is ook geen natuurlijke instelling voor hun. Dat ze gewoon dolblij zijn. Dat is niet per se wat daar in de volksaard zit. Nee. Dus nee, maar... En ik heb geen verstand van voetbal. Ik kijk het niet. Alleen, ik kan wel zeggen... Ajax heeft ook geen verstand van voetbal. Dat wou ik zeggen, dat op zich, ja. 6-0. Maar nee, maar nou even serieus. Want jij volgde niet, maar dat is gewoon een rauw weekend. Ja, het hele seizoen is het al gewoon... Ja, wel, maar je hebt lager en dan zit je op de bodem... en er zit dan een luikje met een ladder naar beneden naar een beerput... en daar zitten ze nu. Ja. Dat klopt. Het is echt... Ik kon wel janken. Er zijn mensen in Gaza die hebben medelijden met Ajax. Ja, dat is een beetje... Ja. En die zeggen dan... Ja, maar dat is vaak het seizoen. Ja. Op... Nee, maar het zijn de enige Joden waar ze medelijden mee hebben. Ja. Misschien... Ik wou zeggen, ja, misschien heeft het met die vlaggen te maken. Ja, ja. Maar ik hoorde in een of andere voetbaltalkshow... waarom ik dan naar keek, weet ik ook niet, Stijn, maar die stond op. Toen zeiden ze, als het aan de top druppelt, dan stortregent het... In het team. Ja, maar dat is ook wel heel makkelijk altijd, vind ik dat. Omdat jij bent gewoon voetballer, toch? Ja, je moet toch ook kunnen voetballen zonder een man in een pak die tegen je zegt dat je moet winnen? Ja. Of is het heel gek? Volg jij het, Stijn? Nee, ik ben echt zo blij dat het niet ons fragment was. Ik heb geen kut verstand van voetbal. Ik heb het één seizoen geprobeerd en toen liep ik dus langs de lijn naar mijn moeder en zei ik, wat eten we vanavond? Terwijl we in de aanval waren. Dus toen zeiden ze ook... We weten genoeg. Maar nee, ik volg... Wel mooi samengevat. Ik weet geen kut van voetbal. Ja. Dan ben je er wel. Ze zoeken nog dan mensen. Ben je er wel. Dus als je wil. Ja. Ze zoeken nog mensen. Dus dit fit het profiel perfect. Nee, ik merk dat je een soort enthousiasme eigenlijk over Ajax. Ik ben niet een soort van een club aanhanger of zo. Maar ik vind het gewoon grappig. Want er wordt altijd zo moeilijk over gedaan. En ik kan me dus niet voorstellen, misschien overschat ik mezelf... dat als ik echt... Als je mij gewoon een functie in de technische staf van een voetbalclub zet... dat ik daar niet mee wegkom. Okay. Toch? Hoe moeilijk kan dit zijn? Ja. Je hoeft niet te voetballen zelf. Dat is moeilijk. Dat is wel chill. Voetballen is echt moeilijk. Ja. Heb je dat eens gedaan? Nee, dat is heel moeilijk. Nee, aan tafel zitten? Ik heb ooit zo... Makkelijk. Als jongetje... Nou goed, jij hebt het misschien dan niet zo meegemaakt... maar ik heb wel heel lang dat je denkt... nou, ik kan het wel zo, hè. En dat zo tot je 8, 29 heb je toch wel het idee... nou, ik kan echt wel mee. En toen ging ik een keertje voetballen op een veldje met vrienden. En ik dacht echt, nou, ik kan het echt wel heel goed. En toen deed Boy Waterman mee. En dat was toen de reservekeeper van Heerenveen. Aha. De reservekeeper. En die liep mij voorbij. En terwijl die mij voorbij liep, dacht ik... Ik kan dit helemaal niet. Ik herinner mij een verhaal. Toen gingen wij een benefietwedstrijd voetballen. En dat was echt geweldig. Toen was SBS of Shownieuws, zo'n cameraploeg was zo... Die ging zo'n interview met jou doen. En de afspraak was, jij deed het interview... en bij het laatste antwoord zou je omdraaien... en een bal naar iemand anders over 20 minuten spelen. En ik heb die beelden thuis nog steeds. En ja, draait zich om. Nou, ik heb nog nooit iets gezien. Die speelt de bal gewoon de andere kant op van waar die naartoe moet. Alleen die persoon was daar niet op dat moment. Nee. Maar dat hadden we wel afgesproken. Maar die stond aan zijn moeder te vragen wat ze gingen eten vanavond. Dat gaat. Dat is zo jammer. Heel even over dat leiding. Goed punt. Heeft een club leiding nodig? Ik sprak juist iemand uit het bedrijfsleven. En die vertelde een soort regel in het bedrijfsleven. Dat een slechte CEO, om daarvan te herstellen... heb je het aantal jaar nodig dat die persoon de baas was. Mm-hmm. Dus we staan ons wat te wachten na 12 jaar Rutte. Ik wou zeggen, ja. En, alleen, dus dat schijnt een regel te zijn. Dus dat is zelf met Van der Sar, die toch die in het goede heeft gedaan... dat het zo lang hij de baas was, zo lang gaat het duren... voordat je er weer bovenop komt. Dus er staat ons nog wat te wachten, dus. Ja, ik denk, je kan ook gewoon de andere kant... Je kan ook gewoon zeggen, weet je, fuck it.
We halen Overmars terug, we halen Kroes terug, Quincy Promes. We beginnen gewoon een criminele organisatie. We laten ons sponsoren door Peter Gillis vakantieparken. Gewoon geit eraan. Dat clubs echt bang zijn om naar ons toe te komen. De chaos bij Ajax wordt steeds groter. Na een bestuurlijke crisis rondom de geschorste algemeen directeur Alex Kroes, die vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen van de club kocht, speelde Ajax afgelopen weekend de klassieker tegen aartsrivaal Feyenoord. Dit eindigde in een historische nederlaag van 6-0. Nooit eerder verloor de Amsterdamse ploeg met een grote verschil in de eredivisie. Eenmaal terug in Amsterdam werd de spelersbus opgewacht door de supporters van de harde kern, die de spelers toezongen met de tekst: schaam je kapot. De spelers van Ajax lopen komende zondag gewoon weer met opgeheven hoofd het veld op. Dit keer hand in hand met speciaal geselecteerde kinderen die wel een hele wedstrijd kunnen spelen. Aanvaller Steven Bergwijn zag na afloop toch een lichtpuntje. Onze keeper en verdedigers lieten het afweten, maar voorin hebben we heel goed de nul gehouden. Veel verstand van voetbal heb ik niet, maar als Feyenoord met 6-0 wint van Ajax, kan je dat eigenlijk geen vernedering meer noemen, maar begint het eerder op antisemitisme te lijken. Yo, voelde jij die vibe van die video? Wil je meer van dit soort dikke content zien? Geef een like en abonneer, dan krijg je meer.